Marcel, we zitten hier op een prachtige locatie met een nog mooier uitzicht. Hoe erg heb je Eindhoven gemist de afgelopen jaren? Ja, natuurlijk best wel. Ik heb hier acht bijzondere en mooie jaren gehad. Van de andere kant, ik had de uitstap naar Engeland ook niet willen missen. Maar ik ben wel heel erg blij weer terug te zijn in het vertrouwde Eindhoven. Ja, wat heb je zo gemist aan het vertrouwde Eindhoven? Ja, kijk, als je in een ander land, een andere cultuur gaat werken, vergelijk je vaak met wat je had of wat je hebt. En dan is de werkwijze in Nederland en met name bij PSV is toch wel anders. Ik denk dat de clubs op zich wel wat gelijkenis hebben in de zin van ook erg familiair. Maar ja, het Brabantse is, zeker als je weg bent, is uniek. Ik had het de vorige week met Frans Jans over bij het Guus Meeuwis concert. Als Guus dan over Brabant begint te zingen, dan voel je eigenlijk, het is toch bijzonder. Ik zou nooit op Toon zijn stoel willen zitten als Toon nog hier nog 3 jaar had willen zitten. Laten we teruggaan naar het moment dat de terugkeer begon te borrelen. Er is contact tussen de RVC en tussen jouw persoon. Hoe is dat gegaan destijds? Toon is denk ik, zoals iedereen weet, wel een hele goede collega, maar ook een vriend. En die is een paar keer bij mij ook in Engeland op visite geweest. Gewoon als vriend, maar ook als collega om eens te kijken. En toen opperde hij eigenlijk altijd van, eigenlijk moet jij ooit een keer terugkomen, dan stop ik. En dat was toen eigenlijk meer vanuit een, ik voelde het meer als een geintje en Toon was er wat serieuzer in. Ja, en uiteindelijk stopte ik in december. En toen heb ik eigenlijk, toen ik gestopt begin december, eigenlijk een maand, 6 weken echt afstand genomen. Ook van het voetbal eventjes, na meer dan 20 jaar in het werk. En op een gegeven moment belde Robert van der Wallen. En ook Toon van, misschien is het een goed moment om te praten. Toen heb ik gezegd, laten we nog eventjes wachten. Ja, en dan komen er van allerlei dingen op je af. Toen ben ik eigenlijk de gesprekken gestart met een aantal partijen. En daar vonden wij, mis ik en maar ook mijn gezin, PSV wel de meest interessante. En uiteindelijk waren er eigenlijk 2 of 3 opties. En voor mij was er 1 optie, was naar Nederland terugkeren. En dan is er maar 1 optie voor mij, dat is PSV. En de andere optie was nog een keer naar het buitenland. Na 4 jaar Engeland had ik ook wel zoiets van, je hebt kinderen, je hebt kleinkinderen, daar mis je ook een hele hoop in. En PSV ken je, je kent de club, je kent de mensen. Toen werd de keuze uiteindelijk steeds makkelijker. Ja, was je wel verrast door dat belletje, ook in het achterhoofd hebbende, dat je dacht van, meneer Gerbrands, die dolt met me, met jij moet mijn opvolger worden? Toon was eigenlijk vanaf het eerste moment daar ook serieus bij betrokken. Dat hielp mij wel in mijn beslissing, omdat ik zou nooit op Toon zijn stoel willen zitten als Toon nog 3 jaar had willen zitten. Maar dat was niet het geval. En omdat Toon daar ook meteen naar mij aangaf van dit is een prachtig moment voor ons beiden, was dat voor mij makkelijker om met de RVC te praten ook. Ja, een hele eer dat je de baas mag zijn van PSV en wie wil dat niet. Hoe anders is het PSV dat je aantroft bij je terugkeer in vergelijking met het PSV dat er was toen je het verliet? Het is weer wat groter geworden. Ja, wat merk je dat aan? Meer mensen. Het personeelsbestand is behoorlijk gegroeid. Ik heb natuurlijk in mijn tijd, mijn eerste periode, mede het nieuwe academy gebouw ontwikkeld. Maar ik had het nog nooit echt gezien. Het is geopend een paar maanden nadat ik weg was. Ik ben ook echt 4 jaar niet bij PSV geweest. Mijn vrouw is nog een aantal wedstrijden weten kijken, maar ik niet. Dat was voor mij een openbaring toen ik het gebouw zag en ingericht zag en alle mensen daar aan het werk zag. Het was prachtig om te zien. Een hoop nieuwe mensen kom je ook tegen, maar ook een hele hoop bekende gezichten. Dus het voelt wel heel snel vertrouwd. Ja, vertel eens even dat moment dat je de headgang oploopt, je ziet dat nieuwe gebouw, die accommodatie. Mes je dat een beetje met wat je voor ogen had toen het nog gerealiseerd moest worden?
Ja, dit was altijd het plan. We wilden met de jeugd stappen maken. Het was onderdeel van onze visie en filosofie. En ik weet nog dat we destijds van de eerste keer dat we Champions League speelden, hebben we gezegd, oké, dan gaan we een deel van dat bedrag gaan we reserveren om aan de profkant verbeteringen aan te brengen. Maar met name om de jeugd de faciliteiten te gaan bieden die we nodig zijn om die visie waar te maken. En dan ben je uiteindelijk wel trots als je dat gebouw ziet van, god, daar heb ik nog een steentje aan bij kunnen dragen. Het ziet er prachtig uit en ik denk dat het een voorbeeld is voor het hele land. Als je op die platte kar ooit hebt gestaan en je ziet al die blije mensen, dat is uiteindelijk waar je het voor doet. Je komt terug in een andere rol dan toen je hier wegging. Wat verwacht je van die rol en is het heel erg wennen voor je? Toen ik nadacht over de terugkeer, dan dacht ik van dan is deze rol denk ik wel een rol die nu beter bij me past. Bij mijn ervaring, mijn leeftijd en alles. Maar van de andere kant ben ik verwacht ook dat je ook aan de voetbalkant bezighoudt. Ik heb vooraf daar ook over gesprekken gevoerd met John. John is een dagje naar Engeland gekomen in die periode. Omdat ik ook het gevoel wilde hebben dat John het comfort voelde om samen te werken. We hebben natuurlijk 8 jaar heel nauw samengewerkt als technisch directeur en hij mijn hoofdscout. Dus ik heb ook aan aangegeven, oké, er zullen dingen veranderen in de zin dat ik een andere directeur ben dan Toon is. Maar John was daar eigenlijk heel erg blij mee. Ik moet zeggen, vanaf dag 1 en eigenlijk eerder dan dag 1, want het werk begint eigenlijk op het moment dat je ja zegt tegen PSV, achter de schermen, zijn we druk bezig. Niet alleen met voetbal natuurlijk, maar ook met andere zaken. Maar het is een mooie uitdaging voor mij ook. Ik heb het in mijn begin van mijn carrière bij RKC gedaan, 5 jaar als algemeen directeur. Daarna heb ik bewust voor de voetbalkant gekozen. Nu terug als algemeen directeur. Een uitdaging, van de andere kant ook een hele eer dat je de baas mag zijn van PSV. Wie wil dat niet? Wat voor directeur ben je? Hoe begeef je je op de werkvloer? Kun je dat eens proberen uit te leggen? Ik ben wel iemand die zich, denk ik, op alle vlakken wil laten zien. In de zin dat ik ben wel een teamspeler. Iemand die mensen verantwoordelijkheid wil geven. Maar ik ben ook wel iemand die de leiding, leading by example, zeggen ze vaak. Dat ik wil ook een voorbeeld zijn. Ik wil ook graag dat alle geledingen weten wie ik ben en hoe ik ben. En ik probeer zo duidelijk mogelijk te zijn. Ik wil dingen graag realiseren bij PSV. We willen succesvol zijn. Ja, dat kan ik niet alleen. Dat kon ik ook niet in de periode daarvoor. Dat moet je samen doen. Dus daar hebben we goede mensen voor nodig. Ik ben wel heel erg positief verrast over de nieuwe directie met Frans. Daar heb ik nog een halfjaartje mee gewerkt, maar die heeft zich uitstekend ontwikkeld. Met Jaap, die echt opgestaan is als onze financiële man. Met John, die 4 jaar verder is nu in zijn rol. Ja, je zegt het, succesvol zijn, dat wil ik realiseren. Hoe wil je dat realiseren? Wat zijn de kernpunten voor jou? Je wilt PSV weer een stap verder zetten. Met PSV weer een stap verder zetten in alles. Natuurlijk begint het met het voetbal. Hè. We zijn een voetbalclub en wat dat betreft is de filosofie hetzelfde betoon. Voetbal staat op 1, op 2 en op 3. De academy is daarin heel belangrijk. Maar je wil niet alleen sportief succes, maar je wil ook dat de club succesvol is. Dat de mensen zich prettig vinden om bij PSV te werken. Dat ze zich veilig voelen, dat ze zich trots voelen om bij die club te werken. En uiteindelijk, waar je het eigenlijk allemaal voor doet, is dat als je op die platte kar ooit hebt gestaan en je ziet al die blije mensen, dat is uiteindelijk waar je het voor doet. Ik werk niet alleen omdat ik hier werk, maar ik werk omdat ik van PSV hou en omdat ik met PSV iets wil bereiken. Hoe is het voor jou om nu in deze functie niet altijd maar over voetbal te praten? Want dat zal misschien ook wel even wennen zijn. Van de ene kant wel. Van de andere kant, ik ben natuurlijk in mijn 8 jaar PSV ook 8 jaar directielid geweest. En dat betekent dat we elke week onze directievergadering hadden waarin we over alle onderwerpen meespraken. Mijn voordeel is altijd geweest dat ik die
opleiding bij RKC heb gehad, waarin ik alles deed. Dus ik was eigenlijk toch altijd wel heel nauw betrokken bij het financiële reilen en zeilen van de club. Zeker in die beginjaren met Tine Sanders, toen het heel erg moeilijk was. Dan maak je alles ook op financieel gebied mee. Op commercieel gebied zijn we gegroeid, daar heb ik ook altijd in mee proberen te denken. Dus het is niet zo dat je alleen maar gefocust bent op het voetbal als je bij PSV directeur voetbalzaken bent. En bij Everton had ik het geluk dat ik eigenlijk na 3 maanden al werd gevraagd om ook toe te treden tot de board, wat vrij ongebruikelijk is. Dus ook daar was ik, ja, laten we zeggen, toch breder georiënteerd dan alleen maar voetbal. Ja. Dus dat helpt me nu. Ja, hoe is het wel, je bent een hele andere algemeen directeur dan dat we de laatste jaren gewend zijn bij PSV. Je bent echt een algemeen directeur met een hele grote voetbalachtergrond. In hoeverre gaat je dat helpen, ook in de constructie met John en met Ruud, die driehoek die nu is ontstaan? Ja, je hoopt dat mijn ervaring een steentje kan bijdragen tot de successen die we graag willen bereiken. En, wat ik al zei, ja, dat zal in de samenwerking moeten die we eigenlijk met z'n drieën uitzetten, zoals we dat ook destijds hebben gedaan in het traject bijvoorbeeld met Philip. En ja, hoe zie je het? Ik denk dat het netwerk wat je gezamenlijk hebt vele malen groter is als het netwerk wat je als individu hebt. En, dus dat probeer je te gebruiken. En de ene keer ligt dat nadrukkelijker bij John, de andere keer wat bij mij. En we hebben nu al een aantal dingetjes samen gedaan. En dat verloopt uitstekend. En John kan zijn ei volledig kwijt, denk ik, in zijn rol. Maar heeft wel weer een sparringpartner in de club. En, en ik hoop dat ik anderzijds Ruud kan helpen met de ervaringen die ik heb. En ook de ervaring die ik heb met een beginnende coach destijds, met Philip. En een jonge coach die ik mee heb gemaakt bij Everton, Marco Silva. Dus ja, die driehoek hoop je uiteindelijk dat alle ingrediënten heeft om succesvol te zijn. Ik voel het ook als een eer om deze job te mogen doen. En eigenlijk moet iedereen dat voelen. Ruud zei tijdens de persco dat als Marcel Brands niet de algemeen directeur van PSV was geweest, dat hij waarschijnlijk ook niet de hoofdtrainer van PSV was geworden, nu op dit moment. Wat is jouw rol geweest in het realiseren van dat traject voor Ruud, of dat creëren voor hem? Ruud belde mij eigenlijk vlak voordat ik de beslissing nam om terug te keren naar PSV. En Ruud wist daar op dat moment totaal niks van. Die belde mij eigenlijk op om, zouden we een keer koffie kunnen drinken als je weer in Nederland bent. Ik wil met jou sparren over mijn carrière. Ja, toen heb ik hem eigenlijk verteld van, nou ja, dit speelt er. Maar oké, ik weet nog niet of het die kant op gaat, maar het zou die kant op kunnen gaan. En toen was hij eigenlijk heel erg verrast. En toen hebben we eigenlijk een afspraak gemaakt, toen alles bekend werd, van... Ik kwam naar Nederland en toen is hij een ochtend bij mij thuis geweest. En daar hebben we eigenlijk een heel open gesprek gehad. En eigenlijk niet eens zozeer over de functie van die op dat moment vakant was bij PSV als hoofdtrainer. Maar meer over hoe ik dingen zie, hoe de ambitie is, hoe ik naar dingen kijk. En eigenlijk belde hij me daarna op het einde van de dag van... Ik heb een ander idee en je hebt me aan het wankelen gebracht. Ik zeg, dat was niet de bedoeling om jou aan het wankelen te brengen. Ik zeg, laat het gesprek rustig bezinken en we komen er op een aantal dagen over terug. En toen heb ik John gebeld over het gesprek wat ik had gehad. En eigenlijk op donderdag belde hij me terug. Hij zegt, ik zou er wel verder over willen praten. En toen heb ik meteen John en... Robert, RWC ingeschakeld van, laten we met z'n drie of met z'n vieren eens een gesprek hebben. En toen is eigenlijk het balletje gaan rollen en hebben een aantal gesprekken met elkaar gehad. Ja, en dan ga je eigenlijk pas echt over de inhoud, hè, de functie, de staf en uiteindelijk het contract natuurlijk. Dus dat is eigenlijk de manier waarop het gegaan is. Eigenlijk heel relaxed en heel ongedwongen en helemaal niet gefocust van, ik ga met Ruud zitten, van jij moet een nieuwe trainer worden. Ik vind ook dat het uit hemzelf moet komen. Hij moet zelf eerst die knoop doorhakken en de beslissing nemen, wil ik het? We hadden eigenlijk allemaal een heel goed gevoel bij.
dan maak je die stap met z'n allen. Ja, kun je vertellen wat hem dan zo triggerde? Want hij zei van, ja, de kaarten werden opnieuw geschud. Ja, een verse, frisse start. Wat triggerde hem? Ja, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk, omdat ik praat zoals ik ben en zoals ik denk. En ik ben natuurlijk niet bij het eerste gesprek geweest. En misschien was het moment van het eerste gesprek misschien niet het juiste moment. Ik heb ook wel eens gesprekken gehad waarvan ik dacht, dan is misschien het moment niet daar. Volgens mij was het eerste gesprek eigenlijk meteen nadat Roger Schmidt de beslissing had genomen om niet verder te gaan bij PSV. En daar zat een behoorlijke periode tussen dat gesprek en het gesprek wat ik met Ruud heb gehad. Toen ik John belde, het lijkt dat hij toch misschien op een andere gedachte is gekomen. Toen had John ook meteen dan moeten we proberen door te pakken. En daarna ga je eigenlijk pas echt over die functie. Dus voor mij is het heel moeilijk aan te geven wat hem heeft getriggerd. Misschien mijn enthousiasme op het moment dat ik een knoop doorhak om te kiezen voor PSV, dan ga ik er ook met volle overgave voor. En misschien dat hij dat ook voelde, dat die overgave van mijn kant er was. Maar het is moeilijk in te schatten, maar je zou het heel gedetailleerd aan Ruud moeten vragen. Ik vind het succes wat je eventueel kan behalen, dat is ook een succes van ons allen en niet van een individu. Wat is de opdracht die je mee hebt gekregen van de Raad van Commissarissen? Leggen zij iets bij jou neer? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, natuurlijk. Nee. Ze hebben ook nadrukkelijk gevraagd of ik ook met name aan de voetbalkant wil meekijken. Een belangrijk item voor de RFC was ook om de club niet alleen sportief, maar ook financieel gezond te maken en te houden. Een andere opzet was om van de directie echt een team te maken. Dat voor elkaar door het vuur gaat en dat elkaar ook 100% kan vertrouwen. De nieuwe directie zoals die er nu is met Jaap vrij jong, John is een redelijk jonge fan nog. Frans die nu helemaal ingeburgerd is, dat is wel belangrijk dat die directie midden in de organisatie staat. En dat zijn een aantal taken. Nou, verder blijft de Academy, en dat is ook in de visie 2030 die de club heeft uitgesproken en uitgestraald, blijft een belangrijk speerpunt. Ja, waar ligt de grootste uitdaging voor je? Ik denk dat iedereen weer moet beseffen van, hoe komt het dat we een aantal jaren niet het succes hebben gehad? Wat moeten we daarvoor doen? Om succesvol te zijn, dan moet iedereen van materiaalman tot marketing, media, het maakt niet uit waar je op welke locatie en waar je zit en welke functie je hebt bij PSV, moet iedereen weer de scherpte hebben om het succes te kunnen halen wat je wil halen. Kampioen word je niet met een trainer, of kampioen word je niet met een nieuwe spits, kampioen word je met alles en iedereen die weet in welke richting gaan we en wat moeten we er met z'n allen voor doen. En ik vind het succes wat je eventueel kan behalen, dat is ook een succes van ons allen en niet van een individu. Toen ik nadacht over de terugkeer, dan dacht ik van oké, dan is deze rol denk ik wel een rol die nu beter bij me past. Ja, waar kijk je het meest naar uit? Dat het weer gaat beginnen dadelijk. Kijk, achter de schermen begint het, is het al begonnen. Maar ja, je wil iedereen weer terugzien in het stadion en we hebben natuurlijk allemaal ook in Engeland, in heel de wereld, een hele moeilijke periode gehad met COVID. Je hoopt dat we nu weer naar een normaal seizoen kunnen kijken met wel een heel raar WK in het midden van het seizoen. Maar ja, van mij mag het beginnen. Ja, en hoe ga je de wedstrijden volgen? Want we kennen altijd het shot van Marcel Brandt staand daar onder dat tv-scherm. Ja. Is dat plekje er nog? Ga je daar staan? Ga je ergens anders zitten? Vertel. Nee, dat past niet meer in mijn rol, helaas. De mensen dachten, waarom staat hij daar? Dat had eigenlijk maar één simpele reden. Ik wil niet praten tijdens een wedstrijd. En als ik daar stond, praat niemand tegen je. Als je gaat zitten, gaat degene die naast je zit of voor je zit of achter je, gaat tegen je praten. En ik ben altijd heel erg gefocust op de wedstrijd. Vandaar dat ik altijd daar stond naast de tv, dan had ik ook de herhalingen. Dat kon vaak helpen als ik na de wedstrijd even naar de kleedkamer ging om
dingetjes te delen met de coach die dan weer naar de pers moet. Maar nu, in mijn nieuwe functie, zal ik daar, waar Toon heeft mijn, zijn stoel aangewezen. Dus, maar ik heb al tegen de burgemeester gezegd, als je naast me zit, niet praten, want ik wil me echt concentreren op de wedstrijd. Maar hij begreep dat volkomen en hij zegt, ik kijk ook echt heel serieus naar de wedstrijd.